Hallo allemaal, het is alweer een poosje geleden dat ik de laatste keer online was. Ik heb gezien dat de video's die ik met een bakker gemaakt heb best wel goed verhaald zijn. Nou, daar ga ik binnenkort weer wat meer van maken. Mochten jullie suggesties hebben, laat het even weten in de comments. Vandaag ga ik eventjes ouwe hoeren in Ultimate Epic Battle Simulator. Ik heb dit spel een poosje gespeeld nu. Het is echt leuk om te doen. Het is eigenlijk, ja, je maakt een grote veldslag en dan ga je kijken hoe het uitloopt. Dan is mijn vraag natuurlijk, omdat ik eentje dingen wil weten, dus natuurlijk hebben jullie ook altijd de vraag. Hebben jullie ook de grote vraag hoeveel kippen je nodig hebt om een grote kip te mollen? Nou ja. Ik heb normaal gesproken ook niet, maar vandaag doe ik hem wel. Even kijken welke het is. Grote kip. Als de wetenschap mag gaan geloven, is de T-Rex en uit de kluiten was een kip. En een kleine kip. Nou, ik heb besloten mijn streams in het Nederlands te doen. Ja, Nederlands is en blijft je moedertaal, dus het praat altijd makkelijker. Die haal je vooral in 3. Dus ja, dan hoop ik dat ik ook wat spraakzamer kan wezen in de streams. Ja, ik heb heel vaak wel met Engelse woorden dat jij gewoon heel moeilijk die bepaalde woorden kan vinden. Dat je niet weet hoe het moet uitspreken of ja, wat de daadwerkelijke betekenis is, zeg maar. Het zal met de meeste wel meevallen, maar bepaalde dingetjes. En 10 a.m. Laat het 12 p.m. doen. Mooi begin van de dag. Dan gaan we iets proberen met 10 T-Rexen en 10.000 kippie. Kijk hoe het uitloopt. Denk op dit moment dat die T-Rexen geen schijn van kans maken. Maar misschien verbazen je. Willen zien. Even later. Duurt even. Dat is een epic battlefield. Jee, kippie! Nou, we krijgen 8 T-Rexen. Dat is niet aardig. Nou, ja, zullen zien hoe het afloopt. Waar lopen die kippen nou naartoe? Oeh, Rexy. Dikke, 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 dikke. Let the carnage begin! Nou, de eerste 200 kippen zijn op pleiten. Ja, ja, ja. 500. 600. En de eerste dino is plat. Ah. Oh, 2. 3. Oh, dat gaat snel zo. En ik denk dat 10 T-Rex een beetje te. Nou, 8 in dit geval. Een beetje te weinig is. Maar ja, 4 Rex nou gedood. Dus de helft al. En dan net 1500 kippen. 1600. En dan komt de rest van de menigte alweer aangehuppeld. Kippie wint. Hoeveel T-Rexen heb je nodig om dit te stoppen, vraag me dan af.
Laten we er eventjes 220 van maken dan. Een beetje geluk komen we dan op 20 uit. Mm-hmm. 10.000, laten we daar een 11 van maken. Nou, probeer het nog een keer. Je kunt beter de naam gaan veranderen. Hoeveel kippen heb je of hoeveel T-Rexen heb je nodig om 10.000 kippen tegen te houden? Dus laten we die vraag gaan veranderen. Hoeveel kippen heb je hoeveel T-Rexen heb je nodig om 10.000 kippen te mollen? 10.499 kippen om 20 T-Rexen. Yeah. Kipstapel 1. Kipstapel 2. Is er geen plaatje? Kipstapel 3. KFC wordt gewoon jaloers. En allround predators die doodgaan. Let's go! Shock, 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 shock. Nou, dan gaat de bloedbad weer. 200 kippetjes bij. 3. Gewoon exploderende veren hier. Oh, je hebt nog bloed ook. Dacht dat je alleen maar veren had. Nou, dan zijn de eerste 1000. 1500. Ja, dan komt de rest alweer aangejokt. De eerste rex is plat. De tweede rex is plat. Dus de eerste 3500 denk ik. Is dat te veel voor 2 of 4? Ik vind nou wel meer nodig op de 20. De eerste groep is bijna dood. Ja, er zijn nog 2. Nou, dat was de eerste groep. Run! Op naar de tweede en derde groep. Oh, die komen vlak achter elkaar. Wordt nog een hele klut voor die T-Rexjes. Vijf van de 20. En 4000 kippies, 6 van de 20. Wat wel knap is als een T-Rex pleurt dat er geen kippen doodgaan. Wel 28 ton of zo wat op zo'n kippie pleurt. Meestal vertellen dat niet na. Ja, zij wel. Vijfduizend. 13 T-Rexen, 12 T-Rexen te gaan. Echt alsof ze willen pesten, hè? Je zegt een aantal en komt gelijk erin bij. Negen te gaan. En bijna 6000 kippen dood. En 6100 op 11. De tiende T-Rex is ook platen. Nou, de ene is op de helft en de kippetje zit nou ver over de helft. Ik ben benieuwd. Oh, ik wou zeggen. Ik kan toch nog niet alles wezen.
De laatste 3400 komen nog aangewaggeld. Maar 5 rechts zit er aan. Ik ga ervan uit dat we redelijk verzwakt zijn. We spreken ook nog een keer gelijk. Ik ben benieuwd hoe lang ze het volhouden. Ik denk niet dat ze het gaan halen. Wat doe je er aan? Zo we heel ver gekomen, maar... Nog 2 te gaan, kom op Rexies. Nogmaals 2700, ah. En de laatste. Nee, 20 is dus ook te weinig. We kunnen er gelijk een overkill van maken van gelijk een stuk of 100, maar dat is weer niet eerlijk. We maken er 27 van. Ik kom 25 uit, denk ik. En dan wordt het al makkelijker gemaakt omdat ze in verschillende groepen komen. Ja, als je in één keer laat komen, dan wordt de strade ook in één keer groter natuurlijk. Ja, poging 3, 24. ...10.499 kippen tegen 24 T-Rexen. Let's go! Het is nu 12 uur. Even kijken hoe laat ze klaar zijn. Deze 400 zijn plaats 5. 6. 7, een uur verder. 1000. Ah, de eerste rechts is dood. Na 1800 kippen. Daar komt de groep aan. Daar komt de groep aan. Derde T-Rex is dood. Vierde. Oh, nou gaat het snel met de T-Rex. Je kunt die beest ook nog een beetje aanpassen natuurlijk. Ik heb het niet gedaan. Dat kan wel. Er zijn bijvoorbeeld 10.000 HP, maar ik kan er ook 1 miljoen van maken. Ik kan de bijtkracht een beetje omhoog gooien. 4000, nog 6400 te gaan. En net 6 rexen gedood. Oh, daar is eentje heel impulsief in zijn uppie bezig. Ik ben bang dat je dat niet zo heel lang voor gaat houden. Wat doen die kip maar eigenlijk? Kikken of... gaan ze slaan met de vleugels? Zeven rexen down en nog 5000. Exact 5000 te gaan. Kippen te gaan. 16 T-rexen erover. En de volgende groep komt er ook alweer aangehuppeld. Tien rexen dood. 14 te gaan. Ja, dit moet toch wel haalbaar zijn nu toch?
Nou, dan niet haalbaar is er weer niet meer. Elf. 13 T-Rexen en 3400 kippen nog. Ah, even dat er nog een groep aankwam. Kom op, Rexies. Jullie kunnen het. Kom op. Nummer 3200. Maar ik denk ook niet dat de Rex echt gewoon eentje killt. Maar het zal gewoon gelijk 4-5 zijn, denk ik. Dat bijt. Deze is groot zat. De T-Rex zijn op de helft. Over de helft. 2400 kippen nog. Nog 10 T-Rexen. Kom op, jullie kunnen het. Kom op. 9 Rexen. Vijftienhonderd. Achteraan. Zijn uiteraard al verzwakt. 70 aan. 1200. Zestig aan. 1000 kippen. 15 rechts en 900 kippen. Kom op, kippetjes, jullie kunnen het. Ik voor de verkeerde aan het cheeren. Kom op, Rexie, jullie kunnen het. Nog 3, 700 kippen nog. Kom op, nog 2. Doen we dit niet aan. Moet ik weer opnieuw. Ja, kom op. Ja, het Rexie. En weet je wat? Ik maak er 35 van. Nee, dan een 35. Ja. Dan zetten we ze ietsjes dichter bij elkaar. Jo! Ja, moet ook niet te makkelijker worden. Nou, wat voor rare cijfers ga je me nou wel geven? 31 tegen 10.351. Op een of andere vage manier maak je die kippetjes geluid als een mens. Ik heb me nooit gehoord in de vrije natuur, maar ja. Van de T-Rex ook niet. Als je hem dan nog niet halen, moet je ook van de Apex Predator list af. Zo deed je ook geen Tyrannosaurus Rex meer. Ben je letterlijk een uit de kluiten gewassen kip. Zo ja, dus tegen overmachten zijn T-Rexen. En de eerste twee zijn er down. Jezus. Why? Drie. Van een beetje je best doen, Rexje. Ja, met alleen maar rondjes lopen kom je er niet natuurlijk. Ik ga meespelen. Thank you.
Tokyo Chicken, wauw. Oh ja, kills het voor 6. Er zijn ook een 10 T-Rex dood, ja. Wat niet zinnig had. Ah, weer verder spelen. 4000 te gaan, kom op T-Rex. Ploffen wel leuk. Sturing is alleen een beetje verrot. Negen reactie over. Nou, ik ben ook bijna geweest. Ja, dat je niet kunt lopen en aanval tegelijk. Ah. 7. Ja, 7 reactie te gaan en dan 600 kippen. Was hier in die andere 5 dan? Oh, daar. Steeds 6 T-Rex in de 500 kippen. Nou, ben maar benieuwd. Ja, ze kunnen het ook doen. Ja, gewoon overheen huppelen. Ja, een stuk sneller. Waarom dacht ik daar niet aan? Wie dacht dat het niet uitmaakte? Hoe kan dan dat ze wel dood kunnen stampen, maar zodra ze erop vleugen, gebeurt er niks? Nou, nog 10 te gaan. Nou. Witte dat ook, hè. Hebben 31 reksen. Blijven 5 en over, die overleven het. En die hebben dan 10.351 kippen gedood. Ja. Hebben weer iets geleerd waar je niks aan hebt. En met deze bombshow eindig ik de aflevering. Ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Laat even in de comments weten wat jullie ervan vinden. De ja of de nee. Vind je leuk? Like, share en subscribe. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Bye bye.